Jullie zagen net bij nacht, altijd hartstikke mooi om erheen te rijden met die kastelen aan weerszijden. Aanrader in de Dordogne, ook wel druk. We zijn weer onderweg naar het noorden. En het uiteinde van de vorige vlog was eigenlijk een soort cliffhanger. Nou ja, een soort was een cliffhanger. Ik ga nu uitleggen wat de reden nou precies was. Denken het wel. Het is een parkingje bij een museumpje wat gesloten is op dit moment. Van Mitterrand. Nee. Jacques Chirac. Ja. Ah, what's in the name? Gezien staan we op de parking van een museum en wel het museum van Jacques Chirac, voormalig president van Frankrijk. En waarom hier in Saran? We hebben het even opgezocht, we dachten hij is hier vast geboren, maar nee, hij is in zijn beginjaren politiek actief geweest in deze regio en zijn vrouw is hier gemeenteraadslid geweest. En ze hebben een vrij groot museum opgericht. En helaas op maandag gesloten. We hebben wat met de maandagen en de musea. Ja. Het is echt weer sinds tijden dat ik het koud heb als ik naar buiten kom. Of niet dat ik het koud heb, maar dat ik het koud krijg. Hier in de Corrèze. Moet je handschoenen hebben? Nee, ik hoef geen handschoenen. Maar we zitten op een goede 600 meter hoogte. En ik zei net nog tegen Do, dat is toch eigenlijk wel magnifiek, hè? Je rijdt naar een parkeerplaats van een museum. Je gaat er gewoon vanuit dat je er kan blijven overnachten en dat kan. Dat is nou typisch Frankrijk. Ja, prima plekje voor nu. Misschien dat het in de zomer wel druk is hier, dat weet ik niet. Mooie omgeving ook weer, hè? Super. Corrèze, Corbière. Ja. Dan gaan we door. Is de Corrèze wel een departement wat aan de Dordogne grenst, dacht ik. Ja. Ja, is ook zo volgens mij. Hoofdstad is Tulle, zag ik net. Oh ja. Bekend van voor ons dan Martin Bril. Bril, die helaas overleden is. Oké, wij gaan op pad weer. We zijn ergens gestrand voor de lunch en ik ga jullie even laten zien hoe Rick weer prachtig de camper heeft gemanoeuvreerd om op een mooi plekje te staan. Let op. Een of ander zandpad. En daar staan we precies goed. En als je dan zo aan het wandelen bent, dan stuit je opeens op een ruïne van een kasteel. Helaas kunnen we er niet komen. Het is helemaal afgegrendeld. Dit is hem. En het is weliswaar geen maandag. Maar hij is toch gesloten. Want het is open.
van mei tot september. Ja, is ook altijd wat, hè? Nou, we staan weer op een hele bijzondere plek. Ja, bij de boeddhistische tempel ten zuiden van Autun, bij de Morvan in de buurt. Maar we zijn hier al eerder geweest. Ja, ik zal wel even een linkje plaatsen bovenin van welke vlog dat is geweest. Ja. En we gaan proberen het glas omhoog te houden en proberen morgen naar Nederland te rijden. Hè? Maar daarover straks meer. We kunnen zo boodschappen doen. Nou, ik ben hier even aan het filmen. Ik was je even aan het filmen. Oh, sorry. We gaan schuin. Ja, we staan in een beeld, Do. Oh, we zijn in beeld. De oplossing van de prijsvraag van wat was de cliffhanger? En niemand heeft gewonnen. Dat is jammer. Een gemiste kans. Dus ik zal het dan maar vertellen. wat is er gebeurd? Het verhaal dateert eigenlijk terug naar een jaar, anderhalf jaar geleden, toen er een fazant op onze ruit vloog. Kaboom, ruit kapot. Gerepareerd, heel even in het korte. Ruit is gerepareerd door autotaalglas. Heel snel, super, super gedaan door die mannen daar. En we konden weer rijden. Nou, wij hebben die tour gemaakt natuurlijk door Portugal en Spanje en dan als laatste een stukje Frankrijk. En wij voelden onderweg een keertje ergens een tocht vandaan komen. Dat is raar. En er staat geen deur open, geen raam open, geen dak open. Waar komt die tocht vandaan? Wat bleek? Die tocht die kwam door de voorruit heen. Of tussen het chassis en de voorruit. De carrosserie bedoel ik. Rechtsbovenin aan de passagierskant. Ja, dat klopt niet. Dus we kwamen erachter dat de voorruit een klein beetje was gaan zakken. Wij naar de glasboer in Portugal. Die zei, dat is allemaal iets werk. Ik kan er of een duct tape overheen doen, of en dan moet je het een keer laten repareren, of je rijdt naar onze vestiging 500 kilometer terug. Nou, daar hadden we eigenlijk niet zoveel trek in, dus we zeiden, tape die boel maar dicht. Is eigenlijk prima gegaan, tot aan het einde van onze trip. En toen dachten we, die kier is groter geworden, dat is een beetje tricky. Dus wij richting ons huis, we hebben de auto daar gestald. We hebben onze vrienden van Autotaalglas Dordt gebeld en gezegd van joh, dit is het verhaal. Het lijkt wel alsof die ruit is gaan kantelen of gaan zakken. Er is iets. Ja, zegt die eigenaar van Autotaalglas. Hij zegt ja, het is moeilijk, want je kan niet zomaar naar een dealer, want dan gaan ze waarschijnlijk direct een nieuwe ruit erin zetten. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Ze geven maar 5 minuten. Nou, 5 minuten heeft hij erover nagedacht. Hij belt me terug. Hij zegt, morgen ben ik bij je. Met een bus. In Frankrijk. In Frankrijk. Met materialen. Hij zegt, ik kom gewoon even die ruit voor jou opnieuw erin zetten. Met twee man. Met z'n tweeën, zei ze geweest. Nou, dat was natuurlijk super, super, super service. Want die mannen die zijn zaterdagochtend in de auto gesprongen om 5 uur. Die waren om 3 uur bij ons. Die zijn aan de slag gegaan. We hebben een bedje voor ze geregeld. Bij een lekkere bed and breakfast bij ons in de buurt. We hebben een lekker restaurantje uitgekozen. Dus we zijn lekker hapje gaan eten. En zo gezegd, zo gedaan. Na een uurtje of twee werken was het gebeurd voor de mannen. En toen zat hij weer op zijn plekje. Oké. Maar ook de jongens vertrouwden het ook niet helemaal dat het glas goed was. Misschien, ja weet je, het is geen seriemateriaal. Maar het zou een beetje net ietsje kleiner kunnen zijn, de voorruit, dan een andere ruit. Dus wat hebben ze gedaan? Nieuwe ruit besteld. Die ligt inmiddels klaar in Dordt. En wij zijn nu onderweg naar Dordrecht voor de nieuwe ruit te plaatsen. 1 ding is wel,
de ruit is weer gaan zakken. Dus we moeten wel over de alle tolwegen, omdat we natuurlijk altijd hobbel de bobbel rijden. Binnendoor hebben we nu gedacht van, misschien nu niet zo verstandig. Dus, dat was hem. Lekker helder, hè? Dat nieuwe raam. Dus helemaal maagdelijk schoon. Maar ja, helaas heb ik nu straf. Want we hebben tijd over en we gaan naar IKEA in Breda. Joepie! Oh, zo. Zag je de vredesduivel komen? Ja. Wij staan, zoals jullie misschien wel weten, als je dit gezien hebt, in Eindhoven. Eindhoven! Moet niet checken worden. Moet niet checken worden. Ja, wij hebben wat business te doen in Brabant. Dus we blijven hier één nachtje. Onze ruit is intussen gerepareerd. Vernieuwd. Pico Deluxe. Hij zit er veel strakker in dan die andere ruit, vertelden de jongens van de auto. Taal los. Moeilijk, hè? Moeilijk woordje. En we gaan hopen dat hij nu helemaal Jopie de Poopie is. En we zijn bij IKEA Breda geweest. Goh, nou. Ik had het voor elkaar. Ik heb complimenten gekregen, hè? Ja, ja. Hij heeft het heel goed doorstaan. Heerlijk. We zijn niet met de korte route naar de woonaccessoires gegaan. Maar we hebben de hele tour van als u heel de winkel wilt zien, helemaal gedaan. Ja. Ik heb alles voorbij zien komen van houten pollepels tot kleedjes, de Billy boekenkasten. Kussenslopen. De ja, hunt, de wurut, de put. Al dat soort meubelen, maar ik heb het doorstaan. En, zelfs een beetje leuk of niet? Ja. Het was leuk. Maar de camper, de garage zit afgeladen vol. Ja. Dus, geslaagd. En hierna gaan wij via Schijndel naar Oudorp. Een kleine tussenstop bij IKEA Barendrecht. Oh ja, moet ook nog wat halen. Zo de één dingetje item niet op voorraad, die heb ik even klaar laten leggen bij Barendrecht. En daarna richting Den Helder. Ja. Oké, tot zover. Camperplaats Eindhoven is niet echt heel erg romantisch, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar wel nuttig. Functioneel, praktisch, noem het maar. Goedkoop. En niet stil. Want kijk, ze blijven komen. En er staan er aardig wat hoor. Ik geloof dat die 4 euro is. Ja. En dan kan je voor 50 cent, dacht ik, een kaartje met de bus naar het centrum kopen. Nou staan we bij de Wit in Schijndel. Oh ja. Dat wilde Do graag. Alweer. Winkelen. Omdat ze nog iets wilde kopen. Maar ik vroeg me af. Let op, ik laat jullie even ons garage zien. Waar gaan we dat in godsnaam laten, Do? Bovenop. Moet je kijken. We staan helemaal vol. Tip, via ervan. Je vindt ook niks. Nou goed. Ruimte zat. Ruimte zat, zegt ze. Nou lopen we naar de ingang van de Wit. Ik verstoppen. Gaat Rick opeens heel mank lopen. Ja. Zeggen dat hij niet verder kan. Weet je wat ze zegt, mijn lieftallige vrouw? Ik heb ze beter gehoord. Lekker is dat. Doei. Nou, intussen zijn we aangekomen op camperplaats Brouwersdam. Of camping Brouwersdam. En je zal het niet geloven, maar het staat tjokkie vol. En zijn broertje staat er ook, of zijn broer. Ja, grappig hè. Maar altijd een prima plek hier. Maar er is geen speld meer tussen te krijgen vanavond, zeggen ze. Zo vol staat het hier. Goed, we gaan lekker op je eten. Jongen. Wat een berg, zooi. Zooi. Zooi, nou dat is niet waar. We hebben een bed gekocht. Hele mooie dingen, kijk eens. Schoenen. Hey Rick, wat heb jij nou allemaal in je auto? Buiten de IKEA. Ja, ook dat. Hoop ellende inderdaad. Ja, nee hoor. Nou, ik zal even draaien. De schoonmoeder met haar zuster. Ja. Nou, dan weet je het wel. Kijk, de gezuster Zeeuws-Vlaanderen zit hier. Even zwaaien naar de camera. Ze zitten allebei als tieners zitten ze te appen. Oh nee. Ja, belangrijk, de social media. En we staan zomaar in een ouderwetse file. Oh ja. Zaterdagochtend notabene, omdat de A4 is afgesloten of zo. Ja. Jongen, via Klein Polderplein. We staan al een kwartier in de file.
Maar mijn broer alleen maar blij, want die was nog niet klaar. Kijk, nou, het leukste dat we gemaakt hebben van Smit Zeevishandel. Dat is gewoon een gebouw, maar dat is een vishandelaar. Hele bekende. De vorm van de schip. Ik denk, nou, plek zat, maar kijk, echt niet normaal, joh. Schijnt een wandeltoestand te zijn, de Helderse, Den Helderse Halve of zoiets, hè, de halve van Den Helder. De halve van Den Helder. En we hebben het laatste plekje net met veel geluk kunnen bemachtigen. Ja, ik denk dat iedereen dit wel kent. Camperplaats Den Helder, Willemsoord. Ja. Ja, hè? Zeg ik dat goed? En daar staan we dan. Het is wel chockie vol, hoor. En dat is doodje. Dat is een heerlijke avond, zo. Lekker gegeten. Lekker gegeten. Het was weer goed leven. Het is wel eventjes anders dan het zonnetje van Spanje. Den Helder. En op de zeedijk. Koude wind. Het is 's ochtends vroeg. Maar prachtig gezicht, moet je kijken. Marine terrein. Met de werf. Het hotelletje Lands End. Daar zit mijn schoonmoeder met haar zuster. En ja, het is natuurlijk prachtig als je daar zit. En je houdt van scheepvaart. Texel, ja, een beetje moeilijk te zien. Het is niet zo helder, maar... Zo! Iedereen, even iets heel anders. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het fenomeen truckrun. Dat is een happening die chauffeuses en chauffeurs in hun eigen vrije tijd organiseren. Bij het transport met de vrachtwagens van het bedrijf waar ze werken. Ons oude bedrijf deed daar ook altijd aan mee. Werd altijd georganiseerd door een medewerker of medewerkster. En het is een rondrit georganiseerd wordt zodat mensen met een beperking eens kunnen ervaren wat het is om in zo'n grote truck mee te rijden. Die vinden dat overigens geweldig. Er zijn altijd heel veel zijn er aanmeldingen voor om mee te mogen rijden. En ook dit jaar was dat weer. Ja, wij waren er nu natuurlijk niet bij betrokken, maar ons oude bedrijf, die hebben het ook weer op poten gezet dit jaar. En toevallig kwamen wij ze tegen toen we naar... Den Helder reden. Ja, dat was heel leuk. Dat was heel grappig. Maar alleen net het staartje, dat vond ik wel heel erg jammer. Ik wist ook niet dat het was. Anders had ik zeker eventjes aan de kant gestaan. Maar desalniettemin, Petra, dankjewel, heb ik foto's opgestuurd gekregen. En s'avonds van een vriend die langs de kant stond, die filmde het ook. En hier vervolgen een paar beelden. Goed gedaan, jongens. Super trots op jullie. Nou, dat was hem weer, deze vlog, Do. Spannende vlog. Nou, kan je wel zeggen dat met dat raam, dat was al een toestandje. Hè? Ja. Maar hij is gelukkig helemaal goed gekomen. Ja. Drukke week voor de boeg. Drukke week, maar wel heel gezellig. Alhoewel, tandarts niet zo gezellig. Maar wel heel veel leuke afspraken met familie en vrienden, uit eten. Wordt helemaal leuk. Ja, dus dat komt goed. En daarna gaan we op het dooie akkertje. Oh nee, we moeten nog naar België. We gaan nog langs Alphen, ja. Gaan we nog even langs de camperdealer voor een beurtje. Voor van alles en nog wat. Kachel, gascheck, je kent het allemaal wel. Ja. Familiefeest toch, hebben we te gaan in België. In België. Man, man, man. En dan gaan we weer op het gemakje naar het zuiden. Dooie akkertje. Maar dat zien jullie wel in de volgende vlog. Zo is dat. Doei.